geluidsoverlast bestrijden. In deze les gaat het erover dat je moet weten dat hartgeluid je gehoor kan beschadigen. Dat weet je waarschijnlijk al, maar het is ook onherstelbaar. Wat je kan doen, waar kun je iets doen om geluidsoverlast te beperken, welke plekken, wat is goed isolatiemateriaal en oordopjes, oorkappen, wat is de functie daarvan. Nou, we hebben eigenlijk drie plekken, de bron, tussen de bron en de ontvanger, en bij de ontvanger waar we iets kunnen doen aan geluidsoverlast. Bij de bron kun je zeggen de auto's rijden langzamer, zijn bijvoorbeeld elektrisch of hebben geluidsarme motoren. Het asfalt zou je geluidsarmer kunnen maken. Of je plaatst geluidsschermen. Je zou denken dat hoort tussen de bron en de ontvanger. Maar het wordt meestal nog bij de bron gerekend. Nou, wat kun je tussen de bron en de ontvanger doen? Voldoende open gebied. Maar dan nog eventueel beplanting. Zodat het geluid niet verder kan en wordt geabsorbeerd door die bomen. Bij de ontvanger kun je iets doen. Namelijk je huis beter isoleren. Bijvoorbeeld met dubbelglas of extra isolatie. Extreem hard geluid is gevaarlijk omdat je daar blijvend doof van kan worden. Doordat bijvoorbeeld een scheur in het trommelvlies ontstaat of doordat je botjes scheuren. En dan kan het geluid ook niet verder via het trommelvlies, via hamer, aanbeeld, stijgbeugel naar het slakkenhuis. Dat is wat gebeurt, je trommelvlies gaat trillen. En die trilling wordt doorgegeven via de gehoorbeentjes en in je slakkenhuis wordt het omgezet, het geluid, in een elektrisch signaal en dat gaat naar de hersenen. Is er ergens iets mis, dan komt het dus niet meer bij de hersenen. Heb je een hard geluid gehad, kan er ook een tinnitus ontstaan en dat is een blijvende toon, vaak een heel hoge, in je hoofd. En als je dan geluid hoort van een bepaalde frequentie, doet dat ook nog eens gigantisch pijn. Dus mensen plegen daar zelfs zelfmoord door, vreselijk. Nou, wat zien we hier? De toegestane blootstellingstijd in uren en de geluidstijd in dBA. Nu is het zo dat normaal 80 decibel wel veilig is. En we zien hier 85 dBA, dat je 8 uur mag luisteren zonder gehoorbescherming. Als je nou 3 decibel erbij hebt, dus 2 keer zo hard, mag je 2 keer korter luisteren. Dat is maar 4 uur. Zit je bij 91 decibel, na 2 uur. Nou, dus zo ga je door. En dan zie je al vrij snel dat je maar heel kort mag luisteren bij geluiden boven de, ja, eigenlijk 95 decibel. Dus alle concerten boven de 90 decibel, ongeveer 95 decibel, zijn al vrij snel schadelijk. Nou, als je gehoor niet meer zo goed is, kun je een audiogram laten maken en dan wordt het gehoorverlies zichtbaar. Hier zien we bijvoorbeeld de frequentie staan en de geluidssterkte in decibel. En wat opvalt is dat vanaf hier, de tonen vanaf 1000 Hz, steeds meer geluidssterkte nodig is om hem te kunnen horen. Dus bij 4000 Hz is 50 decibel maar liefst nodig voordat je hem hoort. Dus er is hier gehoorbeschadiging bij de hogere tonen. Dat lijkt niet zo erg, maar bijvoorbeeld de f en de t en de s, die hoge toontjes, die vallen allemaal weg, waardoor het geluid veel doffer klinkt. Hier zijn nog dingen die je kunt doen tegen hard geluid. Geluidsschermen die absorberen het geluid. In de studio bijvoorbeeld ook wordt het geluid geabsorbeerd. Loop je op hakkenschoenen, dan kun je mooi een tapijt leggen. Dat absorbeert het geluid ook goed. En het beste is natuurlijk als je naar een concert gaat, oordopjes in doen. Of als je met een boor werkt, bijvoorbeeld oorkappen opdoen. Dat is het einde van de les.